Memes! Ja, memes! Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag zijn we niet in Katwijk, maar in het Malieveld. We gaan dan kijken of er Katwijkers spijbelen voor het protest. Nou, ik vind dit al een hele mooie meme om mee te beginnen. Hoe vind jij het vandaag? Ik vind het erg leuk. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. Nee, had je verwacht dat het een klimaatige opkomst zou worden? Wat vind je zo mooi aan windmolens? Nou, zeg maar... Ze draaien gewoon heel veel energie op en zo. Gewoon de rondjes vind je mooi. Ja. Nu staan we hier toch bij dat hele klimaat. Wat is dit nou? Worden we nou gewoon erkend? Wat het? Jawel. Katten? Ook toevallig. Kattenkers? Ja, zeker weten. Dus jullie zijn vandaag ook aan het spijbelen voor klimaat? Nee, wij zijn voor het milieu hier. We doen dit voor iedereen in Nederland eigenlijk. Ja, daar komt het wel op neer. En dan moet je gewoon de hele dag school voor opgeven. Nou ja, het is het ook wel weer waard. Maar welke school zitten jullie dan? Wij zitten op het Pieter Groen. Ik heb hem niet. Oh, goeiedag. De soep. Fijn protest. Joejoe. Zeekaken mee? Ook wel, ja. Nice. Wij gaan in Katwijk redden we het klimaat al. En het zal in Katwijk beginnen. En wij in Katwijk zijn het meest progressief van iedereen met het klimaat. En wij claimen vanaf nu... Jaap Haasdood als de minister van Milieu! Jaap Haasdood! Jawel, ja, ik vind het een goed plan. Jaap Haasdood! Ja, oh, Jaap Haasdood, dat is echt mijn favoriet. Memes! Ja, memes! Nee, kijk, ik vind het top. Ik vind alles top hier. Ja, en wat vind je het allertops van de toppigheid? Ja, dat wij hier gewoon samen zijn, het klimaat verbeteren, onze toekomst verbeteren. Maar je verbetert het klimaat al door hier aanwezig te zijn? Ja, dat doen wij. Maar ik ben wel trots om Limburg hier te vertegenwoordigen. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Als je maar trots bent, toch? Ja, ik ben ook trots dat Katwijk er is. Echt gezellig. Ja, dankjewel. Ja, ja. En succes nog. Ja, thanks. Jij fijn protest. Laat het cool houden. Het grap gestolen. Nee. Nou, nu ben je wel mijn klimaat. Goeiedag. Sorry? Dat het heel druk is in de trein. Ja, ja, heel erg. Ja, heel erg verschrikkelijk. Ja. Hoe druk was het? Kon je zitten? Nee, je moest staan en zitten een beetje op de... Goeiedag, doe ik een interview met jou? Ja, ja, hallo. Waar kom je vandaan? Haarlem. Haarlem? Heb je deze achter? Haarlem. Urf, ja, kijk, daar staat mijn camera. Laat maar zien. Hey. En hoe gaan we dat bereiken? Dat weet ik niet! CO2, weg ermee! Mooie boodschap. Ja, van 3FM gekregen. Echt? Ja. En eet jij zelf vlees? Soms, maar niet altijd. En pussy? Nee? Nee, maar ik nog... Nee. Waar? Nee, niks. Hey, maar jongens, wat is CO2 eigenlijk? Het is een gas. Wat voor gas? Een gas. Is dat zo? Het gas. Wat voor gas? Een vies gas dat de aarde verneukt. Ja, precies. Maar waar kan ik allemaal CO2 in vinden? In fiso's, scooters, Coca-Cola. Coca-Cola? Ja, hier zit toch ook CO2 in, of niet? Dag meneer van de NOS. Hallo. Wat vindt u ervan vandaag? Nou, het is best een indrukwekkende opkomst, hè? Ja, vindt u? Ja, veel kinderen. Heeft u eerder zoiets meegemaakt met een jeugdprotest? Ja, ik heb wel vaker demonstraties meegemaakt, ook wel hele grote. Ook hier op het Malieveld, maar dit is een hele moeilijke veld om te vullen. Hè. Het staat niet zomaar vol. Daar zijn ze toch behoorlijk in geslaagd, moet ik zeggen. En ook best een moeilijke sfeer. De sfeer is goed. Jongeren, scholieren hebben wel nagedacht over wat ze boodschappen wilden geven. Ze hebben zelf borden gemaakt. Ja, wel mooi. De ene spreuk is nog leuker dan de andere. En wat vindt u er dan van het hele klimaat en CO2? Wat ik ervan vind? Ja, of bent u als journalist? Het is mijn specialisme, mijn dossier. Dus ik zie wel dat het kabinet en ook politici echt bezig zijn te verzinnen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat het niet zo heel snel gaat, heeft natuurlijk ook mee te maken dat het allemaal geld kost om verandering te brengen. Dat het mensen ook hun gedrag moet veranderen. Dat is het allermoeilijkste om te bewerken. En de last die wordt natuurlijk wel helaas bij de burger gelegd tegenwoordig. Ja, nou ja, dat valt nog maar te bezien. Hè. Het Planbureau voor de Leefomgeving is nu bezig met het doorrekenen van de maatregelen die in het klimaatakkoord staan. We weten nog niet wat daar precies uitkomt.
En uiteindelijk zullen politici natuurlijk altijd proberen om de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Maar dat er lasten komen, ja, dat staat eigenlijk wel vast. Ja, dat is super. Heeft u nog iets te zeggen voor de mensen in Katwijk? Nee, dan, ja, ik, mooi. De groeten aan de mensen in Katwijk. Dank u wel. Mag ik proost? Why are we still here? Just to suffer. Proost! Dag mevrouw Van Vijs. Mag ik uw hond aaien? Nee, we zijn even in een filmpje. Oh, ja. Dag. Doeg. Veelste. Mag ik ook... mag ik voor jullie werken? Nee. Nou ja, we krijgen niet echt betaald. Het is meer een soort... Alles goed. Vijs mensen. Hallo. Hallo, hoeveel tijd heb je in het pak gestoken? Zo ben ik gewoon geboren, hè. Gemaakt door Elsa. Door Elsa? Ja, door Elsa gemaakt. En wat vindt Elsa van heel het klimaat gebeuren? Ja, Elsa is nu bezig om de Noordpool te herstellen. Anders was ze er wel bij geweest. Oh, maar als Elsa daar dan mee bezig is, waarom zouden wij er dan nog verder iets aan doen? Lekker zonnetje wel vandaag, hè? Ja, toch? Ja. Heerlijk. Ja, met dank aan de klimaatverandering, ja. Guten Tag, hè? Dag. Guten Tag, wie zijn van die Deutsche fans hier? Wat is los hier? Het zijn die kinderen die demonstreren voor dat klimaat. En waarom protesteren ze voor dat klimaat? Moeten ze niet naar schule? Nee, ze vinden dat klimaat wichtiger dan de schule, heute. Dat vind ik een ganz goed antwoord. Dankeschön. Oké. Okay. Ik vraag in, wat is dein mening? Mijn mening is dat... Ein Deutsch. Pardon? Ein Deutsch. Waarom Duits? We zijn podcast, we komen uit Katwijk. Ja, Wouter! Oké, ja, top. We hebben nu iemand hier van kantoor ook. Ja. Moet jij niet op school zitten? Nee. Waarom ben je niet bij Jeffy? Omdat dit leuker is. Waar protesteer je eigenlijk voor? Voor het milieu, dat wij een goede toekomst hebben. Maar het milieu is toch best oké? Nou, nee. Meneer? Ja? Heeft u het niet koud? Nee, jij wel? Nou, maar ja, ik heb het al best koud. Ja, echt waar? Maar u loopt hier ook nog op blote voeten. Ja, dat kunnen we allemaal, kunnen we dat. Maar waarom doet u dat? Dat is heerlijk, joh. Nou, ga niet van die vieze zweetdingen aan. Goed, dan nog een paar shots voor de mensen in Katwijk met een voetvet is. Ja, dat mag. Als de mensen zijn met een voetvet is, dan mag dat. Is vapen niet slecht voor het natuur? Of de klimaat? Nee, dit is waterdamp. Er zit geen CO2 in. Gooi hem nou gewoon weg. Ik gooi mijn bord niet weg. Nee, wel recyclen. Ja, zeker. Zeker. Ja, maar ik kon leren kinderen. Hey, recyclen. Ja. Hey, jongens. Recyclen. Daar kan je nog iets mee inpakken. Daar kan je nog wel mee inpakken. Nee, ja. Oké, dat gaat denk ik heel moeilijk. We pakken deze container in. Jongens. Lopen jullie even een beetje mee. Ja. En dan vervolgens gooien jullie het weer weg. Ja, het is ook gerecycled. Hang het op in je kamer. Dan, is dat je Insta? Op Insta. Volg deze milieuvervuilster op Insta. Nee, ja, zeker weten. Doe het. Ik heb gewoon dit. Het lijkt hier wel de hoornes. 1 schotel, 2 schotels, potje aan dikkies. Vet! We staan nu gewoon hier op het podium. Ze juichen allemaal voor podcast, de progressieve katholieke jeugdzender. Als je dit niet al mooi vindt... Alles goed. Hey! Okay. Ah, mensen, we zijn weer herenigd met onze mede-katholieken hier zo. Wat vonden jullie ervan vandaag? Ja, gaaf. Wel een goede... Leuk? Ja. Leuk? Ja. Mooi zo. Nou ja, ik zou willen zeggen... Laat een duimpje achter, abonneer en tot de volgende keer. Doei! Ik leer hier meer dan op school.